Zo, hallo Martin, ben ik allemaal. daar Welkom bij een away nieuwe from aflevering van mijn presenting Barcelona creating carrière. a En vandaag final een beetje een rare group stage wedstrijd, want we spelen table tegen and since the Feyenoord. last En ik speel action for natuurlijk these teams normaal gesproken altijd met Feyenoord, omdat ik ook een Feyenoord carrière heb, zoals jullie misschien wel weten. Maar goed, vandaag dus met Barcelona tegen Feyenoord. Hier de opstelling, bekende B11-tal denk ik wel. En hier dan Feyenoord met Vermeer, Kasdorp, Van der Heijden, Potekin, Kongolo, El Amadi, Vilena, Almiron, Toornstra, Jurgensen en Elia. Zo, hè, gaan we beginnen. Feyenoord in de aanval hier met Vilena. Goede voorzet van Vilena. Kopbal. En Lafont kan die bal net redden. Gelukkig. Goede keeper. Jonge keeper. Overgekomen van Toulouse. Heeft normaal gesproken niet zo heel veel te doen. Maar krijgt het hier in het begin toch al redelijk druk. Want hier is Feyenoord weer in de aanval. Weer met Vilena. Vilena schiet. Hij redt Lafont. Lafont redt. En hier dan nogmaals. Dit is een zacht kopballetje. Maar die heeft hij ook. Gelukkig maar. Hier dan Roberto aan de rechterkant. Komt op. Fijn dat er sterk begon. Zit hier inmiddels in de 11e minuut. Suarez. Suarez op Mane. Mane dribbelt een paar tegenstanders voorbij. Krijgt wat ruimte om te schieten. Haalt uit en scoort zijn allereerste goal in Barcelona tenue. Het heeft even mogen duren, maar daar is hij dan toch. Speelt een paar man voorbij. Wordt ook niet echt aangepakt. En kan makkelijk scoren. En het is 1-0. Dan Feyenoord weer in de aanval. Hier met Elia. Elia in gevecht met de rechtsback. Gaat er makkelijk voorbij. Dat de voorzet. Lafont bokst weg. Hier zo nog. Hoort die bal weer voor. Ja, daar komt hij. Hij komt eindelijk voor. Kopbal. En ook die is voor Lafont gelukkig. Dan komen wij hier weer in de aanval met Digne. Digne in het strafschopgebied binnen. Gaat weer even terug. Dan moet hij die bal naar Sanchez. Sanchez op Mane. Mane, niemand komt er overheen. Moet hij zelf. Gaat tussendoor. De bal wordt op Alcacer gelegd. En die schiet hem net naast. Helaas. Nog geen 2-0. Dan 36e minuut. Hier Alcacer weer. Kapt zijn man uit. Gaat schieten. En een prachtige goal hoor van Alcacer. Mooi gekruld in de verre hoek. Buiten het bereik van Vermeer. En nogmaals, Alcacer is natuurlijk niet snel. Kap dus even terug. Verdedigers stappen erin. Hij krijgt ruimte en hij schiet prachtig binnen. Goeie goal van Alcacer. Hier dan nog steeds in de eerste helft. Mané op Suarez. Suarez op Sanchez. Sanchez op Hazard. Hazard schiet. Dit keer wel de redding van Vermeer. Gaan we naar de tweede helft. Hier Feyenoord in de aanval met Jurgensen. Jurgensen op Toornstra. Toornstra naar Almirion. Die met een goede voorzet. En hier ook kan Jurgensen koppen. Lafont met een goede voorzet. Of die gooit zich ervoor. Uiteindelijk kreeg Vilena nog een kansje. Maar die stond buitenspel. Maar alsnog Lafont hier alweer met prachtig keeperswerk. Op die kopbal van Jurgensen. Daar konden we zien dat tijdens die kopbal Vilena buitenspel stond. En dus terecht werd teruggefloten. Hier zo dan. Sanchez op Mane en die bal die gaat er niet in. Vermeer redt tot twee keer toe. Dan Roberto op Mbappé. Mbappé hier op Mane en Bellerin en die schiet hem erin. Ja, Bellerin is erin gekomen. Sergio Roberto was naar het middenveld geschoven. Bellerin dus op rechtsachter. Komt hiermee op en die schiet het prachtig binnen. En het is 3-0. Het was trouwens niet Mané die die voorzet gaf. Volgens mij was het Mounir. Ik weet het niet. Het ging even te snel. Ik zag het niet goed. Sorry daarvoor. Nee, het was wel Mané. Jonge, jongen. Zit ik op te letten? Nee, sorry. Mbappé was erin gekomen. Bellerin en Vega. Dus Mané, een doelpunt en een assist. Jawel, goed bezig voor hem. Dan gaan we naar de tweede wedstrijd van deze aflevering en het is tegen Eibar. We spelen hier met onze sterkste opstelling natuurlijk. Donnarumma, Bellerin, Piqué, Alderweireld en Alba. Dan Verratti, Busquets en Pogba, Messi, Suarez en Neymar voorin. Gaan we hier naar Eibar. Wie kennen we daarvan? Ik ken eigenlijk helemaal niemand. Ja, die BB die is ooit volgens mij was dat groot talent bij Manchester United. Is er nooit helemaal uitgekomen. Staat nu bij Eibar op links. Ach ja, niks mis mee toch. Hij verdient zijn geld met voetballen. Kan hij het helpen dat hij ooit veel te veel geld op Manchester gekocht is? Goed, hier krijgen wij gelijk al een penalty in de 11e minuut. De Santos maakt een overtreding. En Neymar dacht die bal staan. Nee, we gaan hem lekker met Messi nemen, zoals gewoonlijk. Het gaat goed de laatste tijd, die penalties. Laten we eens kijken. Ja hoor, deze schiet er toch wel heerlijk in hoor. Helemaal in het zijkantje van het net.
veel meer in de hoek krijgen hem niet dan dit. Goed genomen, ook nog redelijk hard geschoten. Dat is onhoudbaar voor de keeper. Zeker als hij ook nog eens de verkeerde hoek in gaat. Dan gaan we hier alweer naar de tweede helft. Want het was een vrij saaie wedstrijd, moet ik eerlijk bekennen. Hier Neymar met een goede kans. Maar die maait hij net naast. Het scheelde niet veel, maar hij gaat mis. Hier zo dan Suarez. Suarez op Messi. Messi met een goede kans. En die gaat er dan ook in. Hij met zijn tweede goal. Goed gedaan. Die bal van Suarez. Kwamen we er eindelijk weer eens een keer doorheen. Goeie bal op Messi en Messi, ja. Op dit soort kansen wel af. Zijn tweede goal dus. Dan Busquets. Busquets hier ook op Mbappé die ingevallen was. Maar die schiet verschrikkelijk mis. En dat was het einde van deze wedstrijd. Het was geen boeiende wedstrijd, maar goed, we winnen toch met 2-0 en dat is belangrijk. En zo komen we ook alweer aan het einde van deze aflevering. Gaan we nog even trainen, zoals gewoonlijk. De bekende spelers Mbappé en Sanchez. En wil ik jullie alvast gaan bedanken voor het kijken. Mocht je de aflevering leuk vinden, druk dan uiteraard even op like. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer te zien. Jongens, bedankt nogmaals. Later.